Nou ja, wij hadden dat probleem dus aangehoord en verschillende bewoners in Schravenzanden hadden het aangekaart. En op een gegeven moment kwam er vanuit de kant van de reclassering een opmerking van wij zouden dat wel kunnen doen door de inzet van, nou ja, noem het maar, mensen met een taakstraf die daarvoor ingezet zouden kunnen worden. En de reclassering heeft ons benaderd en die willen daar graag over meedenken.